Francis Young is een Britse theoloog die op een hele creatieve manier de teksten uit de eerste eeuw van het christendom, dat is haar specialisme, in gesprek brengt met vragen en debatten van onze tijd. Haar specialisme zijn die teksten van wat wel de kerkvaders genoemd wordt, maar zij weet die te betrekken op kwesties die in onze tijd van maatschappelijk belang zijn en van theologisch belang zijn. En zij doet dat op een manier die ze ethical reading noemt, ethisch lezen. En het ethische bestaat erin dat je zowel respect opbrengt voor de andersheid van die teksten uit het verleden, als voor de vragen van onze tijd. En niet kunstmatig probeert die twee in een soort één-op-één relatie met elkaar te verzoenen. Er zit ook iets dwars in die teksten uit het verleden. In haar jongste boek, God's Presence, doet ze dat rond allerlei thema's. Mensbeeld, hoe kijken we tegen de wereld aan, tegen ontwikkelingen in de samenleving. En ze schroomt niet om dan, te midden van de bespreking van die teksten uit het vroege christendom, ook poëzie in te voegen. Gedichten door haarzelf geschreven, stukken uit preken, ze is ook priester in de Anglicaanse kerk, ervaringen uit het alledaagse leven en bijvoorbeeld ervaringen in de opvoeding van haar gehandicapte zoon.